Sorry, ik weet hoe raar dit is, maar... want ik ken je eigenlijk helemaal niet zo goed. En here I am, asking you to go on vacation, baby. In het mom van spontaniteit en wat ik toevallig veel meer in mijn leven wil toevoegen, heb ik ja gezegd. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Hoi allemaal, het is lang geleden. Ik ga naar Spanje toe. Meet Veerle, de 21-jarige TikToker die ik eigenlijk maar één keer in mijn leven heb meegemaakt. Namelijk de verjaardag van Sabrina, een jaar geleden. Ik ben echt heel mee. Waar gaan we heen? Spanje. Paniek. Bezig met Outer Banks. En op dit punt vonden we het nog helemaal niks. Later punt bleek ook nog echt het helemaal niks te zijn. Maar toch is het wel een beetje een guilty pleasure handen. Ja, yeah, not gonna lie, man. Maar daardoor ging onze 3 uur lange vlucht wel ietsje sneller. Dus nu zijn we weer aangekomen in Spanje, Alicante. Daar zitten we dan met je koffertje erin. Ja, zo'n plastic. Ja, plasticje. Reizen met corona. Gezien we dus heel impulsief hebben geboekt, heb ik ook niet echt heel erg gedetailleerd gekeken naar wat ik had geboekt. Behalve dat het er mooi uitzag, dat het er oké uitzag en dat het niet al te duur was. Uiteindelijk bleek dat we maar 10 minuutjes met de bus van de strand zaten. Dus dat was op zich best wel chill. Ja. Oh. Oh, lekker lichtje. Wat een prachtig. Ja. Kijk eens. Yay, we made it! Oh nee. Wat heeft er gemaakt? Ja, mijn make-up remover, maar er zit olijfolie bij. Er zit alles in. Oh nee. Olijfolie. Oh, we hebben echt de deur open. Oh, we kunnen in bad. Helemaal klaar met deze jurk. Ik weet niet wat ik aan ga doen, maar niet dit. Jongens, we gaan eindelijk eten. Hoe laat is het? Het is... 11 uur. Nou ja, beter laat dan nooit. Ik heb er zin in. Ik zeg eet smakelijk. Good morning guys. Gaat goed? Lukt het? Het is de eerste ochtend. Bijna 9:30 en we gaan zo meteen met de bus naar het strand. Bed was oké. Beetje hard. Beetje lange kussen. Ik heb hem best wel lekker geslapen. Maar inderdaad, het was prima. Het ging wel om 8 uur 's ochtends. Kwam er zo'n beep. Vrachtwagen ding hier voor 10 minuten staan. Dat was wel top. Jongens, even een mini room tour. Want ik tijd nodig heb om wat te doen. Maar jij gaat toch zo meteen in de zon liggen met zonnebrand. Maar ik ben gewoon een onzekere troll die dan. Hoe werkt dat? Ja, raar. Hè? En zo meteen ben je mooi getent en is je hoofd nog wit. Sorry. Oh ja, nou, hier, dit is onze badkamer. We kunnen in bad. Ik denk ik eerst even douchen en dan kan ik... Dat denk ik dus ook. Ja, ik ben in 3 seconden ben ik klaar. Ja, sorry. Dit wist ik dat het er niet was. Maar dit kunnen we in vervolg veel praktischer doen. Dat zo leren we dingen. Dus, badkamer. Sorry dat ik vermeden. Maakt het niet uit. Veerlers rotzooi, mijn rotzooi, bed. Nou, dat was het. Oh ja, en hier hebben we onze lieftallige mini koelkast. Spelletjes om mee te nemen. Een schattig tv'tje. En een uitstalling van gezooi en gezeik van mij. Ja. En het zwembad. Top, de zoektocht is begonnen. Un boleto de dia. La playa. Daar is La Playa. We zijn looking voor La Playa. Bus halte voor ons hotel en we dachten dat we goed waren, toen dachten we toch niet. Toen zijn we naar een ander gelopen en die busgoos zei dat we toch wel voor dit ja, hotel. Ja, zoiets. Ja. Oké. Waar zijn we?
Ik hoop bijna bij, als het zo meteen niet zo is dat we bijna bij het strand zijn, dan is het wel heel teleurstellend. Ja, we zijn er! Een hele wereldreis verder. Maar ik herken het. Volgens mij heb ik daar met Carré vorig jaar gegeten. Oh ja, dit is lunch. Na lunch om 3:30. We hebben net even geshopt. Ik heb dit tasje gekocht. Wat heb jij allemaal gekocht, meid? Ik heb ook een slaapmasker gehaald. Want ik slaap nu voor 3 jaar met mezelf, volgens mij. Dus ik dacht, voor tijd. En deze, voor de nu. Mooi tanlijntje, mooi tanlijntje. Ja, op die achterkant, zo, hè? Ja, dat ziet er mooi uit, hoor. Daar ging ik voor. Mijn lipkleur zo past het een beetje bij elkaar. Past een beetje bij jou, ja. Ja, ik heb mijn jurk gematcht met mijn lipkleur. Nou! I'm kidding. Are you joking? Yeah, oké, ik denk dat iedereen dit in het hele leven doet. Als je op vakantie bent en je gaat uit eten, dan ga je helemaal optutten voor geen reden. Maar anders dan is het ook echt gewoon alleen maar met je vader, je zus en je moeder. En dan die eventuele ober waar je geen enkele conversatie mee voert, behalve ongemakkelijke ogen. En dan, oh, nou, dan gaan we weer naar huis en dan gaan we slapen. Morgen nog een keer. Verle. Wauw. Oh. Oeh. Hallo. Ik neem de vlog over. Wat moois is te luik. Nah. We hebben heel lekker gegeten net. Ja. Je moet hier buiten dus wel de hele tijd mondkapjes dragen. Helaas. Behalve op het strand en als je op het terras zit, zeg maar. We hadden allebei pasta bij een soort. Lekker. Ja, hier een fotootje. Fotootje. En we hebben hele leuke foto's genomen in Golden Hour. Ja. Ja, ik moest de vlog overnemen. Lois heeft het heet, ja, Veer, doe jij ook een keer, vlog jij daar ook een keer. En nu doe ik het en is het nog niet goed. Jawel, ik ben heel blij. Volg even Veerle Peters op TikTok, dat is een hele leuke meid. Ik ben nu pas in focus ook, heel erg verbrand. Je ziet het niet. Oh, je ziet het wel. Ik hoop eigenlijk wel dat er nog een supermarkt open is. Ja. Ook al het is 11:00, dus kans dat... Ja, je weet het niet, Spanje, het kan wel. Land van de vele mogelijkheden. Outer Banks, kijk. Wat een persoonlijke goeie serie. Met John B. En Topper. Jongens, we zijn thuis. Oh, tieten. Ja, je tieten zaten er gewoon in hoor. Oh. Rustig aan. Ik heb net sensueel Veerle ingewreven met vaseline. Ja, dat was heel lekker. Want die is verbrand, maar dat wisten we al. We hadden de bus gemist. Of tenminste, ik weet niet eens of we hem echt hadden gemist. Hij reed gewoon niet meer tot 6:00 ochtends. Dus hebben we even een taxi gepakt. Was gelukkig maar 8 euro damage. Oh ja, en we hebben net vrienden gemaakt in de supermarkt. Ik stond daar en toen kwam iemand naar mij toe. Do you speak English? Dus ik, ja. Do you know if they sell porno magazines? I want to buy one for my dad as a present. En toen was het zo van, how do they look? En ik, I don't know. I'm not from here. Het was echt van, oh, where are you from? En toen moest Veerle per se op zoek naar paracetamol dan, want ja, die is de hele tijd misselijk. Nou, dit nu lijkt alsof ik zwanger ben. Ik had gewoon wat hoofdpijn. Ze moest net ook al kotsen, hè? Ik bedoel 1 ineens 2. Nee, maar die wilde paracetamol en toen kwam die soort van erbij staan van, I have some if you want. En toen raakte hij in gesprek en nu heeft Veerle met hem Instagram uitgewisseld en wie weet. Ja, maar hij is dus met zijn zus en hij heeft een vriendin, dus het is geen possible... Het is niet op die manier, morgen weer erop uit. Oh. Erop uit, joe. Wat kut. Wat kut. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, heerlijke geluiden hier de hele tijd. En dat is ons budget location. Silencio. Oké, jongens, het is donderdagochtend. We hebben onze soort van verslapen. Ook niet. Ja. Nah. Ik heb sowieso niet mijn wekker aangedaan gisteren. Ik had wel wekker, maar ik had hem gesnoest. Maar toen ging hij niet meer of zo. Nou, ze had hem te hard gesnoest. We hadden om 5:00 ochtends gastjes aan de overkant die aan
het schreeuwen waren, daar zo. Echt, ik word niet snel boos of geïrriteerd, maar toen, dan lig ik wel echt in bed met ze van... En je had weer zo'n leuke beeptruck en dan iemand die gras, ging gras maaien. Dus eigenlijk het feit dat ze alsnog doorsliepen was wel bijzonder. En die gaan we lekker weer eten en naar het strand. Wauw. Hydrateren. Wauw. Nou, jongens, ik neem even de vlog weer over. Wij hebben net ontbeten en we hebben nu net churros besteld. Het ziet er echt super lekker uit. Met chocolade. Lois is even foto's aan het sturen. Maar we zitten hier in zo'n straatje. Eindelijk een beetje in de schaduw bij dit tentje. Oh, jouw camera valt bijna uit. Wil jij de eerste proeven? Het is gewoon echt chocolademelk. Lekker. Goed gekeurd? Ja. I mean, wel obesitas. Ja, tot de max, maar... Ja, lekker. Lekker, hè? Oké, joejoe. Lois is lekker aan het zwemmen. Half woep woep. Ik weet niet of we kunnen inzoomen, maar wacht. Ik ga stuk. Wee! Look at that body. Girl. Girl. En ik ben benieuwd. Lekker. Oké. Okay. Oh, wait. Maybe background story. Oké. Okay, ik zei dit gisteren al. Dat we gisteren mensen tegenkwamen in de supermarkt. Toch? Ja. En hij, porno magazines. That's him. Maar. Van, oh, het zou leuk zijn dat we vrienden zouden maken. En toen gebeurde dat. En toen eindigden we met ze. En nu gaan we leuk iets eten. It's always weird when you hear someone else speak their language. And you're like... Mm-hmm. We need to wait. We need to wait. Eat. And she didn't even have it poured in her glass. And I already took a sip on me. And she was like, no, we need to do cheers, you know. Ja, nee, jij hebt je goed gedaan. Yo. Bebe is drinker. And I knew it. It was agua. Dood. Eet smakelijk. Engels. Enjoy your meal. Smakelijk. Smakelijk. Yeah. And yours is the bro. Yes. In check. De bro. De bro. De bro. Goed. Goed. De bro. Goed. Ja, nice. En nu Spaans. Let's get Spanish. Yeah, a few thousand, but they're all old. And when I come to like Netherlands, I'm gonna be famous for porn magazine. Yeah, everybody's gonna wreck. Good morning, people. Wij gaan vandaag shoppen. Heb je er zin in, Veerle? Ja, ik moet een beetje opstarten. Veerle was lam. Nee. Nou. Nee, Veerle. Ging gewoon heel lekker op twee cocktails. En we hebben nog uiteindelijk dus verder gegeten met die twee friends we made gisteren. En daarna nog aan het strand cocktails gedaan. Dus dat was wel gewoon echt heel gezellig. En scheldwoorden uit elkaars taal gedeeld. Dat was echt leuk. Ik vond het een heel vermakelijke avond. Dus we gaan nu lopen naar een ander stuk van de stad. Voor lefties, Pull & Bear en gewoon leuke winkeltjes. En dan eerst even ontbijten natuurlijk. Nice. Dit is precies top. Freddy Various. Calzedonier. Parfois. Wat? H&M. Waar we willen eten toch? Ikea? Oh, ja. Een Ikea? Hou op. We zijn op zoek naar een plek om te eten eigenlijk. In Spanje heb je sowieso best wel veel... Ja, net even leuker dan in Nederland. Leuke winkeltjes en zo. Dit is echt mijn ding hier. Ja, ik slaag hier altijd. Ik heb gisteren deze oorbellen gehaald. Which I like. Doet ze goed hoor, al dat Spaans. Ik doe het namelijk niet. Ik snap er geen reet van de hele tijd. Morgen moeten we dus met het vliegtuig weer terug om 7:30, dacht ik. En we moeten voor 12 uitgecheckt zijn. Maar first things first, het eten. Oh, hij kwam eruit. Oh. Oh. Deze zijn echt heel leuk. Blair Waldorf. Mooi met dat
Ja. I got a Blair on my feet. Wat was het? Blair Waldorf. Ik heb die slippers aan, maar ik heb echt een Blair. I have a Blair Waldorf. If you get it, you get it. Oké, jongens, zijn nu in de Bershka, of course. You can see that. Oh my god. Heb je wat? Ik wilde deze ook voor je. Die is ook mooi. We hebben net hele leuke dingen bij de Bershka gehaald, maar de pashoekjes waren dicht. Dus nu zitten we in het toilet. Mijn haar. Ik ben echt. Ik zie er echt uit alsof ik een jaar in de woestijn. Nee joh. Ik dacht. Hou vast hier. Ik weet niet of ik dit jurkje leuk vind. Gewoon heel veel tijd. Het is wel veel tijd, ja. Ik vind het wel leuk. Yes. Ik heb twee dingen eigenlijk, maar het is een broekje en een jurk. Match met die. Match met die deur. Letterlijk gewoon deze hele wc. Je bent de wc. Oh my god. Hey. Durf je dichtbij? Durf je dichtbij? Au! Er zit geen piepie. Ah. Ja, dus, en nu? Nou, ik zie daar leuke stenen en ik voel een Instagram moment. Voor zowel Lois als ik. Jongens, ik ben een beetje moe. Deze meid de hele dag helemaal dood. En dan begin ik een beetje dood te raken. En dan wordt zij levend. Ja, onze energie is vandaag in ieder geval niet goed. Ja. God, we moeten erop komen dan. Ja, dat weet ik ook niet. Maar we gaan wel niet heel moeilijk. Ik heb helemaal geen zin in. Oh my god. Ah. Error. Abort. Oh mijn god. Kom tot je redding. Fijn. I know. Wat een succes. Ik was even bang voor mijn telefoon net wel. Waar ben jij? Oh, daar ben jij. En nu? I don't even know. Maak foto's van jou nu. Wil je vanaf dat ik daarop ga springen of zo? You have to get good photos, you know? Instagram, you know? Yeah. I still have to be careful not to lose a bit. Or okay. Do not lose at it. Hello. Hello. We are going to get some food. And we look like the same color today. Almost the same color. Het was een beetje improvisatie, want mijn jurk was eigenlijk pas niet. Dus ik heb hem geknipt en geknoopt. Geknipt en geknoopt. Okay, so we're gonna go. Are you good to go? Are you ready? I want some fucking food, innit? We hebben allebei een nieuwe outfit aan, een nieuwe Urban Legend. Maybe I still have to shit. Oh, shit, that's fucking disgusting. That's disgusting. Drawn from the building, bitch. Look at this bun, little short one. Look at it. Look at it. Look at it. Look at Wat? Je wordt raarder? Oh my god, jongens, ik heb nieuwe schoenen en ik heb nooit echt hakken aan. En oh, kijk hem gaan, jongen. Zal ik eens even een stukje ja, filmen als jij dan loopt daar buiten? Naar de wc. Ik wil een ravage. Dit is mijn kant eigenlijk wel. Wat ligt hier allemaal? All the boys will come aan. Oh, all the boys? They're gonna come home? To us, het enige wat ik mee naar huis nemen is een kater. Je weet het met dat Spaanse eten eigenlijk nooit hoe dat afloopt. Ja. Maar daarom hebben we hier een leuke... Je ligt er nu uit. Oké, nou dat is eigenlijk wel een pot. Wat een situatie. Oh kut, heb je die schaar nou? Oh, alleen die tenlijn achter jou. Oh, stop. Nee, jawel, kijk nou. Tina, Turner. Oh, Tina turning you on. Everybody's gonna Tina turn around.
er meer uit dan een ander. Wat? The film of how it all went wrong. Affirmations in a few years. Who knows? Do you? Wow. Wow. Beautiful. Bye. Bye. Oh. 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 Een tafel, joh. Wij zijn van die noobs die de hele tijd dezelfde route hebben genomen. En eigenlijk de hele tijd dezelfde routine hebben aangehouden voor die, nou ja, die hele 2 dagen, maar niet uit, 3 dagen. Nu dacht ik, oh, laat ik even sneaky een ander zijstraatje inlopen. Voornamelijk omdat ik niet onderuit wilde gaan door die teringtegels. Want ze zijn zo glad. En ik ben echt al 15 keer soort van gehad. Maar diezelfde tegels liggen hier ook weer. Dus. Ja, dus dat had eigenlijk geen zin. Maar toen zijn we wel erachter gekomen dat het een heel leuk, gezellig straatje is. En nu gaan wij paella eten. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Daar is. Sorry. Ja, we zijn al de hele tijd super melig zonder alcohol, dus het wordt gezellig. Het wordt leuk. We gaan even een basisje. Een basisje leggen. Met de cola. Ja, ik dacht als we klinkt nu de hele tijd alsof wij een lipbarretje komen. Dat is eigenlijk wel. Dat is. Ik dacht als we nu al aan de sangria gaan, dan gaat het helemaal kut. Gewoon. Maar oké. Okay. Dat hebben we gevraagd. Dan hadden we 2 pannen paella gehad. Ja. Ja. Zien jullie zo meteen. Waarschijnlijk iets meer aangeschoten. Woe. Eindelijk mijn croquetas en een man. Man, dat is ook eindelijk. Eindelijk een man. Diabolo. Oh. Where the fuck is it? Wow. Wow. Hij zal maar op je hoofd vallen. Meisje. Ja, ik ben... I'm hungry. Can I get it to put on the... Yes, please. Thank you. Je ziet jouw hoofd toch ook niet? Ik doe toch daar zo gewoon. Ik heb een mukbang. Ik ben nu eigenlijk al opgezwollen, jongens. Lekker uit. Heel lekker. Nou, de status valt nog wel mee. Maar het is wel heel lekker. So, any desserts? Oh. Coffee, tea? Cheese ice cream with berry, red berry soup. Intens. Ik vind mint ice cream alleen altijd kut. Drinken, doorklinken. Atje voor de sfeer. Atje voor de sfeer. Misschien wel leuke content op deze avond. Ik vind mijn haar leuker als het een beetje stijl is. Zo achter mijn oren, dan een beetje de Kylie Jenner look. Ik vind het altijd dus juist leuk als het meer casual, meer krullen en zo slag. Meer casual, meer krullen, meer slag. Wat? Oké, okay, jongens, we hebben de ontdekking gedaan. Maar, it is I, Demi Moore. It is me. Maak wel samen potten of zo. Lekker potten maken. Potje, was een deksel. Dood, hersendood vooral, sociale accu helemaal leeg. We mogen elkaar niet meer. Ja, ik was heel erg aan het kutten. Oh zo, knijpen of zo. Ja, oh nou, dat. Zo. Dus we hebben even een lekker mega bakje kop koffie. We hebben net onze Tsjechse vrienden nog heel eventjes gezien. We hebben nog even gegeten. Ik had echt geen kracht meer om te filmen. We zijn nu door de douane heen. Dus nu kunnen we gewoon wachten. Totdat we naar het vliegtuig mogen. En gate B is daar. Moeten we naar gate B dan? That's the update. Nog iets zoet voegen? Suiker. Sucre. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Een soort GoPro. Nee. Yeah. Blijf van mijn fucking. Hij loopt vast. Ja, maar misschien moet hij even laden. Veer heeft een GoPro. En... Nou, neppen. Ja, dat maakt niet uit. Hij doet het toch. Best wel een mooi beeld. Maar we hebben in het zwembad gefilmd. Ik ben heel benieuwd. Maar hij loopt vast. Dus ik oh. Is het wel echt als een oude bij. Ik ben niet. Nee.
Oh mijn god! Ik weet het ook niet, mijn. Dat is een leuke pen. Dat is een leuke pen, hè? Die hadden wij al bij de Aldi. Als je goed kijkt, zie je dat het echt een hele mooie kleur is. Meneer, u heeft geen mondkapje op. Maar dat was niet meer leuk. Nou, heel erg bedankt voor het kijken, jongens. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Dankjewel, Veerle, voor het meenemen. Ik heb er echt ultiem van genoten. Dus ik zou zeggen, jongens, neem van deze video ook vooral mee dat af en toe iets totaal out of your comfort zone doen heel erg goed en positief kan uitpakken.